Laten we de doek eraf halen en het spel spelen. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom in een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Arcade Night Story. En in deze game gaan we met een groep van vrienden naar een arcadehal. En dan gaan er natuurlijk zoals in elke story game weer hele enge dingen gebeuren. Maar in ieder geval smash even op die like als jij wel eens naar een arcadehal bent geweest. En dan gaan we nu maar even kijken in welke bus we gaan. Zo te zien is dit een schooluitje, aangezien het schoolbussen zijn. Deze hebben we hier niet in Nederland. Oh, kijk, kijk, kijk. Deze is bijna vol. Yes, we zijn met 10 van de 12 mensen. Yo, kijk dit. Kijk deze chillings in de bus. Ik heb nog nooit loading gezien waar de puntjes voor het woord loading staan. Hello everyone, so we're finally here to play some games, huh? I've been waiting for this day for so long. Ik ben zelf wel eens naar een arcadehal geweest. Heel erg leuk. Ik was gewoon wel een beetje aan het kloten. Eén keer stond ik wel heel erg lang bij zo'n ronddraaiend rad om jackpot te krijgen. Dat was volgens mij twee keer gelukt. Alleen je kreeg daar helemaal niet veel bij de jackpot, omdat het was een heel makkelijk spel. Wat is dit? Ik heb niet gelezen. Explore and play some games. Oh, ik heb 10 tickets. Wil ik een claw machine? Ik ga claw machine. Ik wil toiletpapier. Let's go. Dit is geld waard. Here I go. Yes. Yay, ik heb hem. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat zo'n klauwmachine daadwerkelijk werkt. Dat je ook daadwerkelijk iets eruit krijgt. Oh, kijk, we hebben een gumball machine. Oh, hier voor 5... Oh, we hebben 0 cash. Never mind. Ik wou net zeggen, voor 25 cash kunnen we ook ice cream kopen. Oh, hier kunnen we tickets kopen. Ja, maar ik heb ook geen geld. Hier, wil je toiletpapier? Ze wil het niet. Ze staat echt zo van, ga er maar weg. Oké, laten we dan ook nog eventjes wat bubblegum kopen. Oh ja, check dit. Oké, nu hebben we echt nergens meer geld meer voor. Kunnen we weg of niet? Oh, jemig. Crying girl. Die tranen komen zo uit haar voorhoofd. En als mijn unicorn. Oh, hiermee kan ik geen tickets meer. Het spijt me. Ik heb wel hier een stukje kauwgom. Oké, het spijt me. Het spijt me, mevrouw. Het spijt me enorm voor je unicorn. Oeh. Is dit een of andere horrormachine of zo? Die out of order is. Hier komt straks een grote bruine beer uit. This game is bombs and coins. Waar ben je überhaupt, Charlie? I have an idea. Let's have a competition. What kind of competition? Like whoever makes the most points on this game wins the competition. Wie gaat de tickets betalen voor de machine? Oh, ze gaan snel. Oh, maar mijn Roblox sensitivity is heel anders dan weet ik veel shooters of zo. Ah, nee. Oh, ik heb er zo weinig. Wow, dit is toch heel makkelijk op een telefoon. Die vallende kan je niet eens klikken. Wat is dat? Ik klik erop. Het kan alleen die rechte, die een beetje schuin staan, kan je niet klikken. Hier, die klikte ik. Ik sta sowieso niet eerste. Oh my god, it was so fun. Let's see who got the highest score. Ik niet. Andrew. Jemig, hij heeft zoveel meer. Hij heeft er, even kijken. Hij heeft er 15 geklikt en ik maar 9. I'm so tired right now. Can we go home? Wat is dit nou? Hoe kan je ook hier moe van zijn? We gaan nu al gewoon naar huis. Dat was heel snel. Dat was heel snel. Hé, waar is mijn toiletpapier? Heb ik die al gebruikt? Charlie, jij hebt heel veel vrienden. Jij hebt echt heel veel vrienden. Ik weet niet of je moeder dat nou heel fijn vindt. Ah, dat is mijn cash. So can they sleep? Jemig, dat is wel heel veel om te vragen hoor aan je moeder. Van, hey, ik heb 10 kinderen mee naar huis genomen. En... mogen ze hier slapen? Alright, thank you, mom. Wie heeft de 10 logeerkamers? Feel free to explore the house. Ik weet niet of jij daarover gaat om dat te zeggen, hoor. Ik wil alle dollars. Ik wil al het geld van iedereen aan het stelen. Ik zag daar net ook een garage. Misschien ligt er ook geld in de auto. Nee, waarom loopt zij voorop? I want the money. Hoe? Waar is het geld? In de groene kamer zit sowieso wel groene dollarbills. Yeah, boy. Oké, oh, we hebben al $91. Wat? My best friend? Ik ben Charlie's beste vriend. Oh, dat vind ik goed om te horen. Dat vind ik hartstikke goed om te horen. Super bedankt, Charlie. Ik dacht al, waarom zie ik mijn hoofd op een poster? Oké, even kijken. Hier in de garage ligt iets achter. Ja, er ligt zeker wat achter de auto. Hoppa. Oh, ik ben nu al rij. Wat is dit ook voor auto, trouwens? Oké, oh, wat is dit? Oh, dat is een koekje. Ik ga hem niet nemen. Straks heeft mam ze vergiftigd. Thanks, mom. They're delicious. En dan ineens iedereen. Zo. 12:42 a.m. Oh, oké. Deze. Oh, jemig. Ik denk dat de ventilator een beetje out of control is. Het lijkt erop alsof hij straks afschiet en door de kamer heen vliegt. Kinda hungry. Can we order something? Oeh, damn. Een soort honeycomb lijkt het op. Kijk, Andrew. Lekker aan het gamen. Oh, Fortnite. What flavor do you guys want? Wat gaan we bestellen? Oké, deze ga ik ook niet nemen. Misschien heeft de thuisbezorgde guy hem vergiftigd.
zeg maar, dan heeft hij eventjes die rugzak open gedaan, eventjes wat poison. Ja, zo werkt het wel in story games. Letterlijk alles is vergiftig. It's literally just cheese. Yeah, but that doesn't make it bad. Das, wat is dit ook voor bed? Het wijdste en kortste bed wat ik ooit heb gezien. Meestal is het andersom, minder wijd. Je kijkt hoeveel plek hier tussen is. Oké, okay, met Roblox poppetjes klopt het wel. Maar dit is een 5-persoons bed of zo. It's past 1 a.m. You know that, right? Wat? Het is 1 a.m. Oh, wat zielig voor die thuisbezorgguy. Die dan eigenlijk om 12 uur 's nachts aan het bezorgen was. Ah, yes. Er zat toch een S daar die uitopteken. Also, wait. Let me warn you guys first. Wat? My mom is asleep. What? Je moeder is a walking dead. Do not wake her up or you might get in trouble. What? Dus je moeder die loopt casual door het huis. Ja, ik leer ermee leven, weet je. Ik leer ermee leven. Oh, wat gaan we doen? Er zit een curse in de arcade dat de kinderen constant terug willen. Een psychic connection. Ze willen constant weer terug naar de arcade. Dat is denk ik het verhaal. Ik vind het leuk, deze sluipanimatie. En dat de mom gewoon lekker door de woonkamer waggelt. Charlie, waar blijf je? Wie zit nog binnen? Alright guys, let's go to the arcade now. Dat was leuk. Dat was leuk. Dat was leuk. Ik weet niet waarom we naar de arcade gaan. Ik denk dat het... Yo, Doge! Ik denk de reden waarom we naar de arcade gaan is wat ik zei. Dat ze, weet ik veel, gewoon heel graag heen willen. Here we go. Dit zijn de raarste wegen die ik ooit heb gezien. Gamers only. Oh, ik ben een gamer. Ik speel een Sudoku op mijn telefoon. Luckily, I know how to open a door with a paperclip. Dat krijg je echt niet met alleen een paperclip. Videogames, of course. I don't think this is a good idea. Ik ben altijd iemand, ik bail off. Nee, I think the arcade has a backdoor. Wouldn't it... Ik zei letterlijk de vorige dialogue box nog van... Yo, zullen we hiermee stoppen? Sneak through the backside. Aangezien de arcade games nog werken... Neem ik aan dat er nog mensen werken. Maar ik denk dat er... nog mensen zijn. Maar ik denk dat de backside leuker is. Want die hebben we nog niet gezien. We'll go the backside. Wacht, mocht alleen ik dat kiezen? Of was het een vote system? Staff only. Oh, er zit een camera. We fucked up. We fucked up. But I don't think it's working. Oh ja, hij staat zeg maar hier gericht. Hoe kan je dat zien? Nee, dus er ligt nog geld. Nee, no. Oh, ik had bijna geld. Ik had bijna het geld. Oh, we zijn ook gewoon hier. Oeh. Hoe zit het met de Out of Order arcade? Oké, er is nog geen beer uitgelopen. Wait guys, did you notice that? Ja, oh, laten we de doek eraf halen en het spel spelen. Dat wordt het. So today we came to play. I wonder what it is. Hij haalt dat doek eraf. Dit is de Sacred Cursed Game System. Told ya. Told ya. Die animatie van dat cel was best wel ziek. Are you sure? Coming here was a bad idea, but you guys accepted it. Een out-of-order machine gaat er echt niet voor zorgen dat het ineens cursed is. What's happening? Oh! Hij staat in de fik. Dat is reasonable. Dat zou kunnen gebeuren. Oké, okay, niet zo dramatisch. Oh my. Wat is dit? Zijn we in de hemel? Was dit het einde? Dit was het einde van ons leven. I don't know. Maybe we teleport to another dimension. Oh ja, daar zou ik ook van uitgaan. We zitten in de arcade system. Oké, okay, dat is best wel sick. Doe me denken aan die Wreck-It Ralph. Dat vond ik vroeger zo'n enge film. How do you know my name? You are in the world of games. I collected your name from the games. What are you even talking about? Help us! Calm down and listen to me. To escape from the world of the games, you must complete completely 3 random games chosen by me. Wacht, completely random games chosen by me. Kinda easy. Met die EZ en dat... To be honest. Dat is wel grappig. Dat is wel grappig. We just teleported a wide world and you're asking to play... Oh, ja. Do you want to go back to the normal world? Ja, then do as I ask. Punt. Ooh. This is really happening out of nowhere. I don't even know if I'm real or not right now. What is happening now? Oh, nee. We worden geteleporteerd naar de volgende game. Dus zo voelt het om in een game te leven. Misschien leven wij wel in een game. Nu. Jij. Welcome to your first game challenge. This game is called Wow, het ziet er zo ziek uit. Assess your player data and see that you have played this game before. So you guys know what to do. Good luck. Dit doet me een beetje denken aan Dungeon Defenders. Vooral met die kristallen. I guess we have to survive the demons, if I'm right. Demons? Oh, dit wordt een soort doom. Oké, oh kijk, deze kapmes die we hebben. Dit is gewoon letterlijk een kapmes. Kijk, hier zijn demonen. Mensen die daarboven staan zijn echt poesies. Help alsjeblieft met meevechten. Mensen offeren hun HP op. Zodat jullie verder kunnen in de story game. Kijk, ik help. Oké, oh, pas op. Ze volgen jullie allemaal. Kom op, ga van die paal af. Ik offer mezelf hier gewoon op. Ik ga gewoon bijna dood. Ik kan niks kopen. Ah, eet een gumball. Ik krijg ook nergens HP van.
Oh nee, it's a machete. No! No! No, ik kan niet doodgaan. Ik kan niet doodgaan. Ik moet op de paal staan. Oh, jemig. Heb ik nog nooit gezien een story game waar je geen AP kan kopen. Dus dan was dat echt het einde geweest. Welcome to Maze Craze. Oh my, is this a maze? In this mystical forest, there's a portal waiting for you. Woo! You have to find the portal before the... Oh, nee. You have exactly 1 minute maar. Oké, dat is best wel weinig. Dan moet deze maze wel echt heel klein zijn. Een beetje in het niveau van het avonturenhof of zo, van de Efteling. You will turn into a stone statue. Wat? Dan worden we petrified. Als we het niet halen. Nou, ik zie geen doolhof hoor. Ik wil niet heel erg veel zeggen. Ik ben in de portal. Oh, je gaat op het laatst wachten om erin te lopen. Cool. Cool ben jij. Cool. 8 out of 9 completed the maze. Oh, jij volgens mij niet. Revive. Oh, ik kan niemand reviven. Nee. I wish I could be a statue sometimes. Wat? Oh, kijk haar. Ze is van steen. Welcome to Tower of Escape. Zo, ik kan het zeggen, maar het lukt niet. Looks like none of you are... Oh, you are currently... Oh, niemand heeft het gedaan. You're currently in a tower with 4 phases. Forest, sea, cave and snow. After a few seconds, the place where you were standing... Oh, het is een soort... hoe heet die tower game? The Escape the Tower of zo. Is leuk, dit is een soort obby. Your time starts now! Oh, volgens mij heb ik de moeilijkere kant gekozen. Want ik zag net iets anders. Ja, dit is moeilijk. Dit is letterlijk gewoon Tower of Hell. Ik zie nog wel dat ik... Dat letterlijk iedereen hierop faalt. Including me. Kom op, pak het geld. Daarna snel weer door. Ik doe alles voor het geld. Ik bedoel alleen in deze game. Wat? No! Oh. Wat? Oh, dit is een soort koraal. Oh, ja. Oh, wel naar. Dit is zo naar om te springen. Come on. Waarom hebben ze één hele moeilijke plek en dan één hele makkelijke? Ja, ik snap als je meer een uitdaging wil, maar het is gewoon heel random. En dit lijkt gewoon op allemaal zooi bij elkaar geplaatst. Ik wil het geld, maar ik doe het niet. Never mind, ik ga het geld pakken. Kom op. Yes, I got it. Als ik nu val, hè. Yes, we did it. Oké, waar is de lava? Dit duurt zo lang. Waar is het lava? Dat is scary. Al het sneeuw smelt. Stay back, people, stay back. We staan nu in de doos. En dan moet het goed komen. Blijf in de doos, niet op het ijs. Ah, oh, gaan ze cool doen met dat ze nog op het ei... Oh, dat kan nog gewoon. Yay, we hebben ze. Congratulations, I see that you finished the 3 games. But you have been pranked. Je mag helemaal niet meer naar de wereld. You're the first player ever. Really? But before you go, I want to tell you something. Oeh, we zijn allemaal solo. Can you survive me? We gaan tegen de computer vechten, tegen de AI. Wow, wat is dit? Dit lijkt een beetje op super hot, doen we dit aan denken. Oké, jemig. Jemig, dit is ook niet makkelijk ook. Die cirkels komen zo out of nowhere. Like, dat kan je niet eens anticiperen. Ik blijf gewoon springen. Kijk, iedereen springen. Hier, die cirkels, die kan je bijna niet anticiperen. Hier, wat? Ja, ik blijf gewoon springen, dat is het beste. Hoe lang gaat dit duren? Het wordt heel rood. Ik denk dat het bijna voorbij is. What just happened? Ja, je bent gerevived. Door mij. Wait, hold up, where is Charlie? Allemaal de andere lettertypes. Oh ja, Charlie was de hele tijd niet. I have no idea, it's getting brighter. Hij is de AI. We are back to the arcade now. Yay, game over. We hebben de AI toch helemaal niet verslagen. We hebben gewoon een paar attacks gedodged. Ja, yeah, but I'm still worried about Charlie. Charlie, wat? Waarom staat Charlie daar in de hoek? Alles is ook echt up in smoke. Ik zou maar oppassen... Dat je niet stikt. When I was left behind, I suddenly fainted. Now, let's get out of here quick. Nou, je kan toch de voordeur open picklocken? The next morning. Guys, come check out the news on the TV. Oh, de arcade is gesloten. Arcade disaster. I hope they don't find out that we did it. Je vingerafdrukken zitten zeg maar overal. I still don't know what exactly happened last night. Maybe all of it was just a nightmare and it never happened in real life. Of course, als iedereen het heeft meegemaakt en dat het op het nieuws staat, is het geen nightmare. Guess we'll never know. Oh, kijk, hier is de supermarkt. Met een zo'n sliding door. Damn, son. Hier. Woo! En hier is de janitor. Oh, hij is heel depressief. Oh, hier kunnen we allemaal dingen kopen. Oh, jemig, wat staat hier voor Karen achter de kassa? Wow! Het is een hele shopsystem. Dit was het dan. De Arcade Night Story. Smash even op die like als jullie van Roblox Story Games houden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!